Ik ben Nico en de vraag van vandaag is: hoe zet ik lekker koffie op de camping? Echt een vraag voor Pim. Leuke vraag. Nou, er zijn meerdere manieren om koffie te zetten. Het meest simpel is het filter. Koffie erin, heet water, op een mok. Kant en klaar. De bekende espressomaker. De onderkant vul je met water. Filter vul je met koffie. En vervolgens zet je hem op een vuurtje. En dan hebben we nog de French press, ofwel de Java press. Die werkt als volgt. Onderin een aantal scheppen koffie. Vervolgens water erin, een paar minuten laten staan en dan langzaam aandrukken. Dan heb je de heerlijke kop koffie. En natuurlijk de traditionele koffiezetapparaten. Al deze modellen zijn geschikt voor de camping.